Biedeboer wordt mede mogelijk gemaakt door Loonbedrijf Stuut, Bout Advocaten, Haza Agri en Abiant Uitzendgroep voor werk en personeel in Noord-Nederland. Er zijn van die beroepen waarvan de gemiddelde Nederlander nog nooit gehoord heeft. Rundveepedicure, dat is er zo een. En toch zijn er heel veel van in Nederland en voor boeren is het de normaalste zaak van de wereld. Want gezonde koeienklauwen zijn natuurlijk essentieel. Klauwbekappers, zo worden ze ook wel genoemd. En voor Jan-Peter van der Ploeg is het zijn lust en zijn leven. En op het rundveebedrijf van vader en zoon Nijboer in Nieuw-Anneveen is hij een regelmatig bezoeker. Mooi! Ik ging er een hulp bij. Mooi! Ja, je ging er echt wel hulp bij. Ja. Ja, dat zei ik ja. Van de regen in de druk. Dat drinkt niet, dus daar valt dat niet. Dat valt dat touw, hè? Ja, dat valt dat touw. Noem eens de klauwverzorger. Ja, zeggen ze, hè? Ja, en noem eens de opdrachtgever, denk ik, hè? Nee, dat is niet zo. Ik word pas de kuit niet naar boeten lopen, maar ze door het kan. Oh. Ik heb wel een meldelijke functie. Oh, je bent een kuitentekenholder? Ja. Ja, nou, dat beroep, hè? Dat is ook beroep. Ja. Een soort oetsmieter. Eén keer is het mislukt en is er een ontsnapt. Laten we erachter die dansen. Okay. Kijk, tussen de gebouwde deur wegwezen. Zeg Jan-Peter? Ja. Wat is toe om? Dat ben polsbeschermers voor de stevigheid. Bescherming van de messen. Hij is zelf niet in de pols gesneden. Dit apparaat is het ook van die? Ja. Hut dat de bie? Dat is de bekapbox. Daar moet in gebeuren. Dus, bekapbox? Bekapbox, ja. Ja. Jeetje mina kerel. Het is nog nieuw, hij is 6 weken oud. Dus, En die heb je dan achter de auto? Ja, ja. Oh, ja. Ik dacht nou dat zijn wat mesjes en een bijteltje en het is een zatse plaats. Ik ben professioneel hè, zeg maar dan. Die hoort er allemaal bij. Ja, ja, ja. Voor mij. Ja. Hoe bedenkt iemand, ik word klauwverzorgd? Ja, zeg maar, daar rol je zo in. Toen ben je eigenlijk een pedicure, hè? Ja, nee, klopt. Staat ook op onze beurs. Dus, oh ja? Rundvee Pedicure Centrum. Ja. Rundvee Pedicure Centrum. Kun je het zien? Ja. Jongen, ja. Dat klopt echt. Ja. Ja, en lakken doe je dat ook? Ja, doen we ook wel. Ja, nee. Maar hoe oud ben jij, Jan-Peter? 34. En wanneer, hoe lang doe je dit al? 4,5 jaar, zo'n beetje. Dus, maar ik zit altijd al in de landbouw. En, ik weet eigenlijk niet anders dan ik met koeien werk. Dus, En waar nou specifiek die klauwen? Want dat is toch nog best... Ja, je moet een beetje vakidioot zijn, hè. Ja, maar wat is er dan mooi aan een koeienklauw? Ja, zeg maar, vooral het beroep dat je overal heen gaat. Alle adressen mee langs en contact met de boer. En, ja, dat vind ik leuk. Hoe lang doe je erover per koe? Ja, dat ligt een beetje aan hoe de pootjes zijn. Of de klauwen gezond zijn of dat er problemen je, zijn. Je bent hier nou, zeg maar, moet je dat allemaal doen? Nee, ik doe nou een 30 of zo, denk ik. Ik weet niet of aan mijn boerderij. Ik denk niet, schat ik ook zo. Meestal 30. Stuk of 30? Ja, middag. Ja. Op middag? Ja. Ja, 3 uurtjes. Nou, zullen we maar losgaan dan? Ligt ook aan de boer die ze aanjaagt, hoor. Oh ja, daar zie je niks van trouwens, dat jullie vader en zoon zijn. Bijna niet, hè? Nee. Zo. Dus hier komt de melkboer ook, zie ik. Dus ik hoef geen DNA te vragen? Nee, dat geloof ik nog. Nee, hè? Nee. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar dit is een beetje jouw voorland. Ja. Dus. Ja, nou ja. Ja, tevreden mee? Ah, kom in het hoor. Hij zei over 30 jaar in de spiegel kijkt, dan zie je dit. Kijk, jongens, ben jij 34, kijk, ik ben echt gezegd. Kijk, pas net mooi. Pas net mooi. Ja. Ongeveer, zo kun je ook maar je hem opkomen. Hey, maar, helft van kennis. Waarom laat jij een bekapper komen? Dat ken je toch ook wel zelf? Wij doen het ook zelf. Als een kreupel is, die bekappen me direct. Alleen Jan-Peter die komt hier elke 6 weken. En dan bekappen we, nou ja, als er ook een kreupel is, die bekappen we. En koeien 100 dagen in lactatie, dus die 100 dagen geleden een kalfje hebben gekregen. En koeien die gauw droog moeten, dus die binnen 4 weekjes moeten kalven. Die komt Jan-Peter allemaal doen? Die komt Jan-Peter doen en dan bekap je ze eigenlijk op het juiste moment. En dan, dan hopen we dat ze de voetjes gezond blijven. Is het klaar voor? Ja, dat is wel een cold, ja. Ja, nou kom maar door. Je staat ook op. Woppa! Woppa, ja. Wie zegt in Gronings woppa? Ja, woppa! Ja, ik ben hier nu in Nieuw-Anneveen. Ja.
Ik vind die toch meer grunniger dan Drent. Ja, ik ben een echte Drent, maar ik bedoel Grunnings. Ja, dit is een beetje de grens, hè? Ja, anders is je Knol, zeg maar. Dat is ook nog Drent. Maar Kiel Winnen weer bijvoorbeeld, dat is verlengde van het Grunning. Allemaal, dit is eigenlijk... Veenkoloniaal. Ja, zo'n veenkoloniaal gebied, dat is een beetje van alles wat, hè? Maar, als ik op een Vremsteen ben, dan zeg ik, je komt zo grun. Kijk. Ja, maar je spreekt ook grunnigs eigenlijk. Ja, Jan-Peter? Ja? Dus is er nou toch wel een beetje hoe dat de Texas Chainsaw Massacre, hè? Ga gebeuren. Ah, verdorie, ik wil daar nou in het donker tegenkomen, zeg. Ik mag er ook wel mee gehad. Nee! Au! Is het eigenlijk, dan moet ik aan de deskundige voor. Ja. Een koe heeft toch tenen? Ja, klauwen. En waarom heet dan klauw? Ja, het zijn klauwen, binnen- en buikklauw heeft hij. Om binnenklauw en buik. Ja. Eigenlijk heeft hij dus, dat zijn eigenlijk twee tenen. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Ja. Nou, dan wil ik nou wel het grote rauswerk zien. Hoe belangrijk is een klauw voor een koe? Daar moet hij alle dagen mee lopen, dat is super belangrijk. Ja, maar dat... ik hoor ook wel, daarom, dat is ook de reden waarom ze niet zo lang in nat land kunnen staan of zo, toch? Mm. Zijn ze er last van, of valt dat mee? Nou, ja, als ze echt heel veel in blubber en klei lopen, dan is het natuurlijk. Te nat is niet goed. Maar alles wat te veel staat is niet goed, hè? Nee, een koe die moet, als een koe slecht op de poten is, dan groeit hij niet. Ja, dan geeft hij minder melk. Dus, uiteindelijk, hij moet met zijn klauwen moet hij doen. Ja. Ja. En doe jij nou oordop, min? Ja, dat is wel nodig. We gebruiken slijptol. Kijk, hier slijpen de koeien koeienklauwen mee. Er zitten mesjes in. Maar, het allemaal laten zien, Rob. Hallo. Wat vinden ze ervan eigenlijk? Worden ze er zenuwachtig van? Nee. Nou hebben ze een nummer, kijk, maar dan kun je dit niet zien. Hij is omdraaid. Kijk, maar dit is koe 102. Kijk. Oh, dan kun je precies aflezen hoe of waar. Ja. Til je hem nou een beetje op? Ja. Nou, denk hem ook, hoor. En als Jan-Peter nou wat bijzonders ontdekt, een likdoontje of zeg maar wat, dan toetst hij dat daar op de computer in. Ja. En als Jan-Peter vanmiddag weggaat, dan doet hij druk op de knop. En dan zegt dat systeem de volgende keer, die koe moet ik even weer zien. Ja, likdoor. Ja. En dan kan Jan-Peter kijken van, is het goed genezen? Heeft hij nog een behandeling nodig? Ja. Ziet deze er een beetje goed uit, Jan? Deze ziet er goed uit, Rob. Als ze allemaal zo zijn, dan ben ik tevreden vanmiddag. Maar je had hem een klein beetje van af. Ja hoor, pas op hoor. Dit is genoeg. Die is goedgekeurd, ja. We doen de voorpoot nog even. Fluitje van Senda eigenlijk. Ik kan niks meer voor, vroeger was het veel zwaarder. Ja. Moet je alles met de hand doen. En, Daar laat ik er ook niet voor gekozen, denk ik. Voorpoot zie je naar binnen zien. Oh. Zo. Maak een beetje een modelletje erin. Een uitholling. Zodat de klauw zichzelf kan reinigen en dat er niet zoveel vuil in blijft zitten. Zo, dat hij weer mooi vlak is. Dat is die polen op beton, zodat dat de stand goed is, zeg maar. Dat is het idee. Het gaat eigenlijk vrij goed, ze wordt er niet heel chagrijnig. Nee, valt mee. En dan trek je het eigenlijk zo omhoog, zeg maar. Ja. Ja, we hebben hier een haak, die doen we net boven de klauw, zeg maar. Til hem op. Ik maak een modelletje. Hier zie je ook wel dat deze klauw die is vrij vol. Nou, dan halen we dan. Hoort het meeste weg. De klauw is ook mooi van kleur, hij is mooi wit. Maar daar kun je ook dingen aflezen. Ja, je ziet wel eens bijvoorbeeld kleine bloedinkjes, verkleuringen in de zool. En dat geeft vaak aan dat hij te veel kracht voor heeft gehad. Of zeg maar, dat kunnen van allerlei oorzaken zijn. Dat is alles. Oh, is deze klaar? Ze komt eraan nou, hè? Dan moet ze wel oppassen, hè? Ja, ze komt. Ja. Ze maakt er nooit hoe die hier. Oh, ik dacht dat ze hem even gefilmd wordt. Waarom moet ik het Het is wel lopende bandwagen. Ja, gedaan met je deur, ja. Maar
Je hebt dat nog wel vrouwen met aan doen, zeker? Ja, toen ik het leerde heb, zeg maar. Ik heb diploma's door ook van, wat Jan-Peter heeft, ikzelf. Toen heb ik, zeg maar, een cursus gevolgd en was met twee maanden. We zijn de poot afdraaid met een beugel. Vasthouden, omhoog tilten en die andere met bekap. Maar dan weet je moe van, dit is om en om. Eén keer de koe vasthouden en de andere keer bekap. Ja. Je deed eruit met twee maanden. Je kent nou ook wel zijn, echt vanzelf gaat nooit natuurlijk. Ze vinden nooit leuk. Nee, maar toen moesten we echt die poot afdraaid, dat het doof was, zeg maar. En dan optilden, dan stond je ernaast. Nou, en dan ging, als jij bekappen, was jij geen bekap. Alleen met mesjes, ja, want het was ook voor in klant. Dat deed je ook nog in het land? Ja, vaak wel, hè. Nou, maar ook wel op de stal. En dat was op zich nog net zo maal. Van dan stonden ze vast, hè. Ja. Toen waren er nog, in mijn zin, nog weinig loopstal. Maar eigenlijk is er wel knapper voor u gewoon, hè? Ja, het is alleen maar beter worden. Ja, ook voor de kar, hè? Ja, en ook voor de bekappers. Want de bekappers in mijn zin, die werden 0,50, dan bekapte eigenlijk al geen één koeien meer, van dan hadden ze rugproblemen. Dat is gewoon te zwaar worden, ja, zo, ja. Waren ze al stuk, zeg maar. Ja. Deze heb ik 6 weken geleden ook gehad. Het is een beetje verkleurd. Ja, hier zit verkleuren, dan noemen we een zools weer. Maar 6 weken geleden heeft deze koe een houten klasje. Gaat ik hier een houten klasje onder geplakt, zodat deze zool vrij is van de grond. Dat deze alle rust krijgt om te herstellen. En nu zie je ook, de zweer is weer dicht. De koe kan weer beter lopen. Goh. Dat ontstaat dus gewoon in zo'n klauw. Eigenlijk is dat, want het is dood materiaal eigenlijk, toch? Ja, het is gewoon hoorn, net als wij nagels hebben. Dus maar het leven zit er vlak onder en de koe die staat er natuurlijk altijd op. Oh ja, dus hebben ze snel last van. En als deze klauw, waarschijnlijk heeft er heel veel hoorn onder gezeten vorige keer, is een zweetje ontstaan door de druk. En dat loopt gevoelig, loopt die kreupel, zeggen we dan. Dus maar nu... Ziet er nou weer goed uit. Nu ik de resultatie ben ik tevreden. Ja. Deze koe is een leuk. Die ligt nog vol met kuil. Als wij aan het voeren zijn, dan pakt hij eerst even 10 weken in de mond en dan... Oep! En dan lekker zo... Echt waar? Ja, even nog op de rug liggen. Een beetje speels nog. Ja, ik krijg het er niet uit. Maar wel vaker zo hoor, de vrouwen die wil niet altijd. Eigenlijk bezinnig, hè? Ja. Jij gaat je hele leven slijten in de klauwen van de koeien? Ja, voorlopig wel. Ja. Ja, maar bevalt me hartstikke goed dit werk. Het is vooral die afwisseling. Nou, je bent natuurlijk altijd op bezoek bij andere mensen, ja. Elke boer is anders. We hebben een heel groot werkgebied. Nou ja, Kop van Drenthe tot aan Bijlen komen zo'n beetje. Hele provincie Groningen. Duitsland zitten we heel veel. Jeetje. Dus werkzaad. Werkzaad zeg maar. Ja, maar dat is natuurlijk ook een voordeel. Jij zit nooit zonder. Want die gaat altijd door. Die gaat altijd het hele jaar rond. Ja. Crisis, geen crisis, maakt allemaal niks aan. Voert nog slechte poot, die is slecht voor de boer. Hè? Ja, dat is ook. En voor die welzijn is het ook belangrijk dat je de klauwen gezond hebt. Dat is denk ik wel belangrijk, hè, Jan-Peter. Dat je de bedrijven goed kent. Hè? Dat je weet waar je terechtkomt. Dat je weet wat er moet gebeuren. Ja, want het is een. Je neemt toch hele belangrijke taken van de boer. Ja, nee, dat klopt. Ja, dan ben je vertrouwd in elkaar. Ja. Ik kom eigenlijk al zo lang als ik bekaap. Ik ben 4,5 jaar. Dus Nee, maar dat is wel belangrijk. Dat je kent de bedrijven op de duur hoe het gaat met de klauwen. We zijn met 12 man, maar de meeste collega's hebben ook een vast adres. Waar altijd dezelfde komt. Dus, hey, als je met pensioen gaat, stuur je dan even een kaart? Maar dat wordt bekappen, hè? Ja. Gouden loge bekap. Weet je hoe lang dat natuurlijk al? Jaar of 30, 40. Ja, 40 al denk ik. Bedankt dat ik even mee mag kijken. Ja, natuurlijk. Ja, gedaan. Mooi hè. Jo. Dit was Bie de Boer, mede mogelijk gemaakt door Loonbedrijf Stuut, Bouwadvocaten, HS Agri en Abiant Uitzendgroep voor werk en personeel in Noord-Nederland.